De ministeries van Onderwijs en Cultuur, voorheen Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, en Grond- en Bosbeheer, voorheen Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, zijn protocolair overgedragen aan de nieuwe bewindsvoerders op deze departementen. Op het Onderwijsministerie werd minister Marie Levens feestelijk verwelkomd. Diana Pocky zal in het nieuwe regeertermijn de scepter zwaaien op het ministerie van Grond- en Bosbeheer. Vanuit mijn politieke verantwoordelijkheid zal ik het beleid van de regering moeten uitvoeren. Waarbij ik de ondersteuning vraag van de leiding van het departement en haar structuren. Iedereen van het ministerie. Elk doel kan verwezenlijkt worden wanneer we samenwerken en gezamenlijk offers brengen. Eenheid, verdraagzaamheid, optimale inzet en vooral oprechtheid zal ik hoog in het vaandel dragen op dit ministerie. We zijn er voor elkaar om elkander te ondersteunen en elkander te begeleiden. Als minister van Grond- en Bosbeheer kan ik deze verantwoordelijkheid niet alleen dragen, nee. Maar u bent mijn steunpilaar om alle problemen waarmee dit ministerie te maken heeft, te kunnen oplossen. We weten allemaal dat grond en bos veelal speculatief worden gebruikt. Maar men houdt minder rekening, en let wel, men houdt minder rekening met het feit dat iedere Surinamer in dit mooie land recht heeft op een stukje grond. En meer nog, dit stukje grond kan gebruiken om ondernemerschap te stimuleren. Ik wil dit moment gebruiken om minister Pocky te feliciteren met de benoeming tot minister en haar veel sterkte toe te wensen. Ik ga als minister Ruimtelijke Ordening en Milieu, is het de bedoeling dat we een deel van u hier meenemen, ja. Dat gedeelte van Ruimtelijke Ordening, dat moet u niet zien als een aderlating, dat moet u zien als een verrijking. Ja. Want we hebben gisteren nog, heb ik met minister Pocky gezegd van, het wordt een tweelingministerie. Hoewel er een splitsing komt, is het niet de bedoeling dat er een afscheiding komt. Het is juist de bedoeling dat voor wat betreft ruimtelijke ordening, dat er veel meer aandacht zal worden besteed aan de ruimtelijke ordening, zodat de gronduitgifte veel beter kan geschieden. En dat is precies de bedoeling waarom er nu een ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is ontstaan. De leefgemeenschappen in het binnenland moeten niet de dupe worden van hebzucht en grondroof. Onthoud die woorden goed. Maar leefgemeenschappen moeten ook het profijt eruit halen indien multinational bos wenst te exploiteren. Met makkelijke woorden, alles mamus geniet van koekoe, prata koekoe, chin chin. Hou rekening, wij zijn allemaal Surinamers. Kijk, we moeten zitten met de afdelingshoofden en dan gaan we de vraagstukken op een rijtje zetten. En aan de hand van de verschillende presentaties door de afdelingshoofden gaan we dan gericht op het beleid, het grondbeleid van de regering, gaan we dan ons beleid erop losgooien. Sowieso moet de bevolking er beter van afkomen. Dus we gaan werken aan de vraagstukken van de burgers.
ik kan nou niet concreet zeggen wat ik ga doen. Ik moet eerst vaststellen wat zijn de problemen. Weet je, zoals een quick scan maken. En aan de hand daarvan ons beleid maken. Dus concreet. Er zullen mensen zijn die nu kijken en denken, mijn stukken liggen al jaren. Wat kan u tegen die mensen zeggen? Een gerust woordje of zo? Nou, als we een beeld krijgen van het ministerie en als we richting automatisering gaan, dan denk ik dat we dat zaken vlotter zullen verlopen, weet je. Kamram baya no ya so donka ba koniko no ya so why kre koniko no ya. Binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is Dr. Levens geen onbekende. Als general manager van het BEIP, het TIFET en het STES-project, zo u wilt, het IDB, het CDB en het ISDB-project, heeft zij de afgelopen jaren veel werk verzet om ons onderwijs op een duurzame manier te hervormen en gelijke kansen te creëren voor alle kinderen in Suriname. Realisatie van deze doelen zijn tot stand gekomen door een nauwe samenwerking met de leiding van het ministerie en met de diverse onderdirectoraten, afdelingen en bureaus binnen het ministerie. De samenwerking van de afgelopen jaren hebben wij allemaal als positief ervaren en zijn ervan overtuigd dat met u als hoofdverantwoordelijke het personeel meer dan ooit betrokken en gemotiveerd zal zijn. Motivatie en betrokkenheid liggen aan de basis van een goed werkklimaat en resulteert in structuur en gewenste output voor het ministerie en in ons onderwijs. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van de mens. Ontwikkelde mensen voelen zich verantwoordelijk voor een leefbare samenleving, ingericht naar de behoeften van jong en oud, gezond of met een beperking, vermogend en minder vermogend. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur draagt de verantwoordelijkheid voor beleid om kwalitatief op maat gesneden onderwijs te bewerkstelligen, om de toegankelijkheid tot onderwijs landelijk te optimaliseren en om ontwikkeling te brengen op het gebied van wetenschap en cultuur, ten einde de leefbare samenleving te realiseren. Elke minister maakt beleid vanuit een eigen referentiekader, de trend in de wereld, de eigen onderwijsbehoeften en inzichten die politiek bepaald zijn. Te alle tijden zijn staf en medewerkers van het ministerie bereid de ondersteuning te bieden aan het beleid dat u voorstaat. Op een constructieve bijdrage mag u rekenen, maakt u er goed gebruik van. Dames en heren, wij beseffen het belang van onderwijs in de ontwikkeling van Suriname. Wij beseffen ook het belang van wetenschap natuurlijk en cultuur. En wij vinden dat dit ministerie eigenlijk, ik wil niet zeggen dat het het belangrijkste ministerie is, omdat alle ministeries belangrijk zijn, maar vanuit dit ministerie zullen we ervoor moeten zorgen dat in de komende periode wij gaan werken aan de basis van onze samenleving. De basis waar we moeten weten dat de mentaliteitsombuiging en dergelijke, dat dat allemaal zaken zijn waarmee we rekening zullen moeten houden in hoe willen wij onze Surinamers zien in de toekomst? Wat moeten wij doen om de Surinamers te laten zijn zoals we dat graag zouden willen laten zien? Willen we mensen hebben die hun handjes ophouden? Of willen we mensen hebben die keihard tegenaan gaan om onderwijs te genieten, om training te genieten en dergelijke? En ervoor te zorgen op die manier hun eigen basis te vormen om voor zichzelf een goed leven te kunnen bouwen. Dat is een grote taak. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur
Haar reikwijde gaat over het hele land. Alle districten, het binnenland en dergelijke. Grote taken. En daarom denk ik dat we hier moeten benadrukken dat wij graag hebben dat die ondersteuning naar deze minister, want het is een kundige minister. We hebben al gehoord over de kwaliteiten. Wij kennen die. Maar niemand is in staat in zijn eentje dit soort zaken aan te pakken. De ondersteuning zal moeten zijn. En ik doe een beroep op de staf. De ondersteuners, de medewerkers van het ministerie, geeft u die minister alle ondersteuning die u kunt geven. Zodat wij als Stranemangs ervoor kunnen zorgen dat we in deze fase die bijdrage kunnen leveren om Suriname te halen uit de situatie waarin we op dit moment terechtgekomen zijn. We kunnen praten over hoe we hier zijn gekomen. Maar laten we dat even achter ons laten. Laten we kijken naar waar we naartoe moeten gaan. En met vereende krachten te gaan werken aan een beter Suriname. Zo'n ding, we jere, leren neem voor dan. Ha, ai, omiteng, som en trong. Sabitaki, isamik maka. Aka. Bon tompu. Mai satang mus godoro. Mama seranang kenapu. Opo ede. Bradi baka. Hu mekem ching. Charen go waka. Apa ya kor nyamba ya o. Apa ya kor nyamba ya he. Apa ya beler mi taki donche disa skrif man kamram baya. No ya so donka ba koniko no ya no ya so why kre koniko no ya. Laat me u ontzettend bedanken, zowel cultuur als onderwijs. Laat me u bedanken. De leerkrachten in het veld, de schoolleiders in het veld, het ministerie, de directeur die ik elke dag zag bij het COVID-team. Ik moet u zeggen, het is ontroerend om te zien hoe mensen in deze situatie toch dat ministerie hebben laten functioneren. Hoe die leerkrachten, ondanks het feit dat ze ICT niet, dat ze niet onderricht waren in het lesgeven in ICT en gebruik maken van Zoom en Teams en Skype. Dat ze alles eraan hebben gedaan om contact te blijven hebben met hun kinderen. Ik heb scholen gezien, terwijl er gezegd is dat de scholen gesloten zijn, heb ik schoolleiders naar school zien gaan. Om toch die kinderen die geen wifi thuis hebben, geen internet, geen mobiel van hun ouders thuis hebben, om toch met die kinderen bezig te zijn. Dat geeft je een enorme prettig gevoel. Het geeft je het gevoel dat je je moet aansluiten bij de directie. Bij de directeur die dit ministerie de afgelopen weken bijna in de eentje heeft gedraaid. En bij dat hele grote veld van duizenden leerkrachten en honderden schoolleiders. En een staf hier op het ministerie, die geen airco heeft, geen ventilatie, geen inkt voor de printer, geen papier. Misabi. En toch hebben ze doorgewerkt. Weet je wat, laten we dat grote veld en al die mensen die dat hebben gedaan, vooral de afgelopen weken. Want ze hebben het altijd al gedraaid. Ze hebben het ministerie altijd al gedraaid. Maar vooral de afgelopen maanden. Onder zeer moeilijke omstandigheden. Laten we een applaus geven aan al die mensen. Laat me zeggen dat ik blij ben dat ik met u mag samenwerken. Wat ook geen geld kost, is gewoon aardig zijn voor elkaar. Als je het niet met elkaar eens bent, dan is het takkie. Maar naar mij toe of ik naar jou toe.
Niet via. Rechtstreeks, 101. Of in een groep. Er is geen consequentie als je in een groep of in een meeting zit en je zegt wat je stoort. Als je het niet zegt, weet ik niet hoe ik het moet oplossen. Maar onopbari, we gaan niet schreeuwen naar elkaar toe. We gaan rustig met elkaar praten. En een ander punt, er komt sowieso een website waarin ouders en leerlingen en leerkrachten, iedereen mag mee vertellen wat hun stoort. Ik moet gewoon weten wat de mensen stoort als ze werken, als ze op school zijn. Ze kunnen niet allemaal hier komen, maar ze mogen het wel voor ons schrijven. En dan gaan we er serieus naar kijken. De behoedzaamheid van haar handen. De goedheid van zijn ogen. De glimlach van haar mond. De vastheid van zijn stappen. De vrede van haar woord. De warmte van zijn hart. Het vuur van haar geest. En het geheim van zijn aanwezigheid. Zo zegenen u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In eerste instantie rust. Omdat we die rust nodig hebben om met elkaar te kunnen praten. Als we in gesprek met elkaar zijn, gaan we een aantal prioriteiten naar boven halen. Een van ze is de constante kwaliteit. En kwaliteit heeft zoveel vormen. En we moeten gaan praten over wat die vormen zijn. Wanneer praten we over kwaliteit in het onderwijs? Een van de belangrijke dingen is, niet zozeer dat nieuwe boekje dat ze eventueel zullen krijgen, maar wat je doet met wat er in die boekje staat. We moeten een generatie gaan opvoeden. Ik heb erg veel last van dit ding, omdat het zakt. Ja, maar we zitten met te veel mensen in een gesloten ruimte. Sorry hoor, dat ik je... Ja, dus de kwaliteit van het onderwijs is belangrijk. En een van de dingen waar we op moeten gaan letten, is dat onze kinderen ons eigen land beter moeten leren kennen. En wat we ermee willen. Om dat te kunnen, moet je een onderwijssysteem hebben waarin kinderen mogen nadenken. Dus uit het hoofd leren moet eruit. Uit het hoofd leren heeft geen enkele zin. Sommige dingen leer je uit het hoofd omdat het handig is. Bijvoorbeeld tafels. Het is handig als je snel kan berekenen. Maar geschiedenisjaartallen uit het hoofd leren, zonder te begrijpen waar in de tijd het ligt, dat soort dingen moeten we niet meer doen. We moeten ook naar de Sustainable Development Goals kijken, naar de doelen die de hele wereld zichzelf gesteld heeft, die moeten we in het Surinaams onderwijs op onze manier gaan invoeren. Zodat we respect krijgen voor het milieu. Dat we respect krijgen voor andere mensen om ons heen. We mogen ook, en dat is een van de hele belangrijke dingen, we mogen ook technologie gaan invoeren in het onderwijs. En ik kan u zeggen dat ik dat zeker ga doen, omdat ik dat al doe. Ik doe het eigenlijk al 30 jaar bij de Organisatie van Amerikaanse Staten. Was ik onder andere directeur van een unit afstandsonderwijs. En via afstandsonderwijs hebben we duizenden leerkrachten all over the region, helemaal Latijns-Amerika, Centraal-Amerika, CARICOM, Canada, de Verenigde Staten, duizenden leerkrachten getraind middels afstandsonderwijs. Dus ik weet wat het is en ik ga het toepassen hier. Internet of geen internet, wifi of geen wifi. Want we denken dat wij het slechtst hebben van alles.
als u gereisd hebt zoals ik, als directeur van onderwijs van de hele regio, dan gaat u plekken zien die vele malen erger zijn dan Suriname. En toch hebben we daar onderwijs gegeven. Met ezels. Die boeken op die ezels gezet, zodat zij de berg op konden. En die kinderen kregen onderwijs. En onze kinderen krijgen ook onderwijs. Als je naar het binnenland gaat, zal je overal wel een schooltje tegenkomen. Al is dat schooltje op dit moment, valt het bijna uit elkaar. Maar die leerkracht blijft werken. Daarom heb ik ze zo net bedankt. Omdat die leerkrachten dat onderwijs hebben gedragen tot op dit moment. Die schoolleiders hebben het gedragen en met hun en de staf van het ministerie gaan we aansluiten bij die spirit van die leerkrachten. Om die kinderen, wat er ook gebeurt, om ze te laten leren. En we gaan zoveel mogelijk middelen gebruiken. En niet eens geld hoor, maar ideeën van hoe kunnen we kinderen opleiden die scherp kunnen nadenken, die kunnen analyseren, die een probleem kunnen analyseren en tegelijkertijd een probleem kunnen oplossen. Dat is belangrijk, leren oplossen, problemen leren oplossen. We hebben zoveel. We kunnen echt oefenen met die kinderen hoe we problemen gaan oplossen op hun niveau. Maar de Universiteit van Suriname, daar zou ik echt veel meer willen doen. Echt, de Universiteit van Suriname is een research instituut. De lerarenopleiding is de opleiding, en ik heb al met de directeur van de lerarenopleiding nadrukkelijk besproken. Alle studenten op de lerarenopleiding zullen leren hoe ze met de technologie moeten omgaan. Hoe ze het moeten gebruiken als er wifi is, als er internet is, maar ook als het er niet is. Alle leraren, iedereen op de lerarenopleiding gaat daarmee leren omgaan. En dan heb ik het niet over een platform als Moodle of weet ik veel, nee. Je mag kiezen welk platform je wil. Je mag Canvas kiezen, je mag kiezen wat je wil. Maar het gaat erom, wat doe ik met een mobiel? Ook al is er geen internet. Hoe kan ik die, een heleboel leerkrachten hebben de afgelopen weken ermee leren omgaan. En nogmaals, mijn respect voor die leerkrachten die op hun eigen manier hebben geprobeerd om die technologie door te laten dringen. En nu gaan we het op die pedagogische academies en op de lerarenopleiding invoeren. Die gesprekken zijn al geweest. Ik ben niet vandaag begonnen met werken. Ik ben al lang begonnen met werken. Vandaag is een formaliteit.